Ja, ik kan ook een kusje geven. Kun je mij ook een kusje geven? Ja, ja. Hoe regelen we dit? Gewoon op je wang. Dit? Ja. Ik was benieuwd, waarom denk jij dat zoveel jongens negatief zijn over, tussen aanhalingstekens, paardenmeisjes? Doet hij het? Hoi allemaal! Hallo! We zijn er. We gaan vandaag een epische manege tour krijgen. Ja, ja, ik ga Rick helemaal rondleiden. Ik dacht dat het een hele grote manege was. Nee, het is best klein. Het is bijna 1 hectare. Ik huur dit. Het is een locatie met 5 paarden. Is er 1 van jou? Of? Ik heb er 2. 2? Ja. 2 paarden? Ja, en de 3 andere zijn dan van vriendinnen. Wat was je dan dat je eerste paard had? Nou, ik begon toen ik 8-9 jaar was. Ja, toen reed ik op de manege. Dan deel je eigenlijk alle paarden van de manege daar, die ze eigenlijk een soort van uitlenen. En toen ik 13 was, kreeg ik mijn eigen paard. En die staat hier nog. Die heb je gewoon nog steeds? Ja, die heb ik al 9 jaar. Is dat oud voor een paard? Nou ja, ze zeggen meestal, als ze 20 zijn, gaan ze een beetje met pensioen. Dan worden ze echt wel oud. Ja. En, maar ze kunnen echt wel 30 worden. Maar voor rijden is het tot 20 ongeveer? Nou, eigenlijk is het zo goed om zo lang mogelijk te blijven rijden. Net als met oude mensen, die moeten ook lekker blijven bewegen, ja, met rust, roest. Nou, misschien is het chillen als er niet een mens op je rug zit, dat je dan gewoon een beetje rondjes loopt. Ja, het ligt een beetje aan per paard. Ja, dat zijn mijn kippies al. Oh, daar komen ze allemaal. Ik wil er ergens vandaag maar een ventje oppakken. Ik doe een foto met kip. Ja, dat mag zeker. Voor de gram. Voor de mensen die trouwens vroeger waar we zijn, zijn die bij de enige echte hoefwijzer manege. Jullie kennen hem waarschijnlijk niet, maar dit is eigenlijk gewoon een echte bekende Nederlandse YouTubester. Maar dan precies aan de andere kant van het spectrum. Want je maakt voornamelijk content voor, denk wat jongere meiden. En misschien ook wat oudere meiden. Ja, ik ben dus een paarden-YouTuber. Dit is een hele andere wereld dan dat jullie misschien gewend zijn. Zijn er veel paarden-YouTubers? Ik ken alleen jou en Britt Dekker. Ja, nou, wij zijn wel toevallig de grootste. Dus je bent wel bij één van de grootste. Ik vind het wel tijd is om een paard te zien. Ja, hè? Echt, hè? Ja. We zijn allemaal paarden. Ik hoorde 5 paarden, hè? Ja, waar zijn de paarden? We hebben wel stallen, maar we gebruiken die eigenlijk bijna niet. Je kan niet 2 stoerste paarden ooit hebben, hè? Dat... Nee, dit zijn wel mijn paarden, hè? Ja, wij gebruiken de stallen dus niet voor de paarden op stal te zetten. We gebruiken ze wel om te poetsen en zo, maar de paarden bij ons leven altijd buiten. Ah, oh, ook gewoon 's nachts en zo. Ja, ja, en dat is best wel... Ja, er is een soort van revolutie gaande in de paardenwereld. In de paardenwereld, van paarden moeten... Ja, paardenwelzijn moet steeds beter worden. Wij gaan nu naar buiten en dan kan je zien hoe ons paard leeft en dan kan ik daar nog veel meer over vertellen. Tuurlijk, tuurlijk. En nu tel ik 5 paarden inderdaad. Ja, gaat goed. Ja, ja, ja. Ze zijn er nog. Ik wil met haar wel paardrijden. Nou, die kun je jezelf steken. Yes. Ik heb denk ik echt al helemaal niet zo dicht bij een paard gestaan. Ze zijn net iets groter dan ik had gedacht. Ja, deze valt nog wel mee. Dit is de kleinste van de groep. Wil jij een wortel geven? Ja. Je paarden zijn wel erg relaxed. Is dat momenteel ook deels door het weer of zo? Dat als het gewoon warm is, dat ze heel rustig zijn? Ja, ja, zeker. Ze hebben nu ook best wel een wintervacht. Verliezen nog best wel wat haar. Dus de vacht is nu best dik in vergelijking met... Mijn vriendin is dus allergisch. Dus ze had me gezegd, ik moest heel uitgebreid gaan douchen als ik thuis kwam. Echt? Jammer. Jammer dat ze allergisch is. Maar ja, jullie komen denk ik toch niet vaak paarden thuis. We hebben momenteel geen paarden thuis, dus het gaat goed. Oh, echt niet. Ik vind het haar zo leuk. Hey. Ja, deze is echt super lief. Wacht, ik kan dan eens wel een trucje laten zien. Ja, trucje, trucje. Smaal. Kom, weet je deze kat? Smaal. Goed zo. Ja, ik kan ook een kusje geven. Kun je mij ook een kusje geven? Ja, ja. Hoe regelen we dit? Gewoon op je wang. Dit? Zo, ja. Ja, geef mij even een kusje. Dankjewel, dankjewel. Oh, ja. Je mag die wel likken, maar moet je ook voorzichtig zijn, hoor. Nee, niet de kabel, niet de kabel, niet de kabel. Niet doen. Wat is nou het leukste aan paarden hebben? Het grootste voordeel. Want ik zag die video dat je in de natuur erop ging rijden. Dat lijkt me echt heel tof. Als ja, je echt is cool, ja. Een mooi natuurgebied kan doen. Ja, dat is heel gaaf. Maar dat is echt maar 1% van wat jij doet. Ja, tuurlijk. Het is vooral poepscheppen. Echt zo. En hooi voeren. En heel veel geld betalen. Heel veel geld betalen vooral, ja. Ik moet ook wel zeggen, paarden zijn ook wel een soort van therapie voor mij. Want als ik even een kutdag heb, dan kom ik gewoon hier. En dan ga ik zo een beetje staan knuffelen. En dan voel ik me weer goed. Dat vind ik wel lief. Ja, paarden zijn ook heel... lief en ze voelen ook heel veel dingen aan. Ze kunnen ook echt troosten. Nou, ik kan me wel voorstellen. Ik heb dat bij mijn hond ook wel heel erg ervaren. Ja. Dat ze ergens wel een beetje die emotie kunnen aanvoelen voor je gevoel. Ja. Zo.
Hoe heet deze? Dat is Nedda en die staat hier nu ook pas sinds kort. Die kan nog niet bereden worden. Nee, maar dat het paard dan vooral niet bereden kan worden omdat het paard gewoon niet getraind is op bereden worden. Als ja, het wordt er gewoon afgegooid. Ja. Ja, als ik er nu op ga zitten, dan loopt dat niet goed af. Als een paard heel goed getraind is, kan iedereen er dan gewoon op rijden? Nou, goede vraag. Dat ligt heel erg aan het paard. Je kan het een beetje vergelijken met auto's. En dat is misschien vinden mensen niet leuk als ik paarden vergelijk met auto's. Maar sommige paarden, zoals deze hier, die zijn heel braaf. Dus gewoon een Peugeot of wat dan ook. Gewoon een standaard autootje. Maar je hebt ook paarden die worden gefokt, die heel hoog in het bloed zitten. En heel schrikachtig zijn. Dat zijn een soort van Ferraris. En ja, niet iedereen kan daarin rijden. Ik was inderdaad wel heel benieuwd als ik kijk naar bijvoorbeeld een kampioenschap paardrijden. Ik denk, hoeveel procent is nou paard en hoeveel procent is nou ruiter? In hoeverre zou ik het op dat paard beter doen dan die hele goede ruiter op een heel slecht paard, zeg maar? Ja, nou, als je wil, mag je zo meteen wel op een paard zitten. Dat zou ik wel willen, ja. Ja, oké. Okay. Vind ik wel heel spannend, hoor. Ik ben wel heel bang dat ik eraf gegooid word. Maar dan... Komt goed. Je weet vast welk paard we daarvoor moeten hebben dat niet gebeurt. Zullen we anders even een rondje lopen? Ja, is goed. Ik kan hier nog wel wat dingetjes laten zien, een beetje uitleggen. Ik weet niet hoe goed mensen het zien op de livestream. Maar het ziet een beetje misschien gek uit, want we hebben allemaal looppaden en zo. Ja. Dit heet een paddock paradise. En dat houdt in dat de paarden worden gestimuleerd. Of eigenlijk, ze worden voorzien in hun basisbehoeftes. En hun basisbehoeftes zijn beweging, lekker vrijheid om ook te doen wat ze willen. Doen ook vaak gewoon even zo'n rondje inderdaad, zoals Mozer doet. Ja, vaak ook rennend en zo. Oh, echt? Ja. En, oh kijk, hij gaat nu ook even laten zien wat hij ook deed. Dat goed. Lekker maat. Andere basisbehoeften zijn contact met soortgenoten. Ja, paarden zijn kuddedieren, dus je moet een paard niet in zijn eentje houden. Oh, volgens mij gaat hij plassen. Ja, daar gaat hij. Lekker maat. Zoveel ook. Nice. Ja, dan hebben jullie dat ook weer gezien. Oh, hij gaat er ook in staan. Oh, wat doe je nou, joh? Ik dacht dat je zo slim was. Ik was benieuwd, waarom denk jij dat zoveel jongens negatief zijn over, tussen aanhalingstekens, paardenmeisjes? Denk je dat ik dat denk? Nee, maar ik ervaar dat ook wel zo. Dat sommige jongens gewoon om een of andere reden heel erg, ja, een beetje zo pesterig. Paardrijders zijn sport, lololololol. Ja. Ik ben benieuwd waar je denkt dat dit vandaan komt. Is het gek als ik zeg dat ik het deels snap? Misschien. Nou, ik had in mijn mail gezegd van ja, ik ben een paardengekkie. Want Zo zie ik ook echt de mensen in de paardenwereld. Die zijn ook allemaal een beetje raar. Nou, het is wel iets waar je heel veel tijd in spendeert. Ja, en ook echt veel geld. Ja, het is een duur hobby. Ja, het is een beetje gek. Ook die liefde die mensen kunnen hebben voor zo'n dier, dat is echt, gaat soms best wel ver. Ik ben nu wel benieuwd. Wat zijn een beetje de running costs van één paard hebben? Als ik denk qua eten en zo. Wij betalen aan hooi wel boven de 100 euro per paard per maand. Holy shit. Maar wij voeren ook wel echt goed hooi. Gewoon een beetje gedroogde plant. Ja, we zeggen, dit ligt ergens toch? Hoe is het zo duur? Ze eten trouwens, dat is misschien wel een leuk weetje. Ze eten hier met z'n allen 60 kilo hooi per dag. En dat is bijna mijn gewicht. 12 kilo per paard? Ja. Wauw. Dus, dat is erg veel. En dan snap ik wel eens zoveel poepen. Waarom eten jullie hooi? Er zitten bijna geen voedingsstoffen in. Gek paard. Maar nog terugkomend op jouw vraag. Misschien dat het ook een beetje meisjesplaag, kusjesvraag is. Misschien ook. Misschien zijn ze ook wel bang dat als ze een relatie zouden hebben met een paardenmeisje, dat ze een beetje de tweede plek gezet worden. Ja, dat ook. Ja. En ik denk ook wel, er zijn gewoon heel veel paardenmeisjes die worden gewoon echt boos als je zegt paardrijden is geen sport. Dat is wel en dat grappig. Is natuurlijk wel grappig. Dat is wel ja. grappig. Misschien is het ook wel wat sexy slagrams toe zegt. Dat mannen gewoon slecht gaan op vrouwen met een passie of zo. Ja, dat kan ook. Worden ze onzeker van dat ze zelf niks hebben om enthousiast over te zijn. Absoluut. Ja, verder lopen. Ja. Heb je ook zo meteen een soort ruitersoutfit voor mij? Een soort cool helmpje wat ik op ik kan Ik heb doen. Wel een hele leuke helm voor jou. Kijk. Ja, waar ik nog wel wat meer over kan vertellen is dus wat we hier allemaal hebben. Want wij hebben het hooi dus niet gewoon voor ze klaar liggen. Wij doen er een net overheen en dit heet dan een slow feeder. Waardoor ze langzamer gaan eten. Want een paard die eet in het wild zo'n 16 uur per dag. Ja. En daar zijn ze dus op gemaakt ook. Dus dat hele darmsysteem is super lang. En, ja, het is niet de bedoeling dat je één keer per zoveel uur heel veel hooi erin gooit. Precies. Daar kunnen ze ook echt wel last van krijgen. Want wij mensen maken alleen maagzuur aan wanneer we eten. En zij maken altijd maagzuur aan. Ah, omdat ze natuurlijk gewend zijn de hele dag eten te krijgen. Ja, maar ja, wat dus ook vaak gebeurt. En ik wil niet de paardenwereld een hele slechte naam geven. Maar wat vaak wel gebeurt is dat een paard 2 keer per dag eten krijgt. Of misschien 3. En dat is eigenlijk gewoon te weinig. Want dat eten ze in een kwartiertje op. Dan hebben ze niks meer. En dan gaat dat maagzuur branden. En dan kunnen ze ook echt wonden krijgen in die maag. Yo, hoe kom je in één keer aan dit... Kijk, een jasje. Heb je die zelf aangedaan? Ja.
Ja, deze die heeft een allergie voor muggen, dus dan moet hij dit op... Ah, het is een bug rug. Allergie voor muggen, wat onhandig joh. Ja. Dus ik kan alleen maar in de winter zonder ding naar buiten. Ja. Ik vind het wel tof hoe je bijna alles hier ook meteen een soort kan verklaren vanuit een soort paardenwelzijn of zo. Bijna ja, alles heeft wel een soort logica van, oh, is goed voor paard. Pas, kom. Ga opstaan. Goed zo. Tada. En nu kan hij ook een kusje geven als je... Oh, ik wil nog maar één kusje, ja. Ah! Met een lief paard jij. Lief paardje. Ja, en als je vinger omhoog steekt, dan gaat hij glimlachen. Vinger zo? Ja. Smaal was, even opletten. Ja! Hoe leer je paarden trucjes dan? Je moet natuurlijk een beetje die, wat ze noemen, klassieke conditionering natuurlijk toepassen. Dat ze op een gegeven moment begrijpen, ik doe trucje equals eten. Maar hoe snappen ze dan op een gegeven moment dat een bepaald trucje zorgt voor eten? En hoe koppel je dat bijvoorbeeld aan hun vinger? Nou ja, zoals wat hij net deed, zijn lip zo omhoog. Dat is eigenlijk een heel makkelijk trucje. Dan doe je gewoon ja, een worteltje, iets wat lekker ruikt, een beetje zo boven zijn lip. En als hij één keer even met zijn lip snel omhoog gaat, dan geef je al iets lekkers. Ah, die begint met al snel de lip omhoog. Ja, uiteindelijk gaat het kwartje vallen en dan moet hij de lip nog omhoog houden. Kijk, hij kan dus zo... Kunnen we alle twee zetten. Ja, en ik werk dus heel veel met voerbeloning. En eigenlijk, ja, wat je net ook zei. Zweepslagen. Ja. En dan, ja. Maar als hij wil, hij mag nu weglopen. Maar vaak vinden ze het ook wel leuk om even trucjes te doen. En dan voelen ze zich ook wel trots. En hij kan ook nog de buiging en zo. Zien. Ja, maar ik moet even wat meer, meer wortel nodig, ja. Ja, ik ben al best wel doorheen. Mag ik ook een stukje wortel? Kan ik dat gaan eten? Ja, hij is wel een beetje vies, denk ik. Ik heb heel veel wortels binnen. Ja, met mijn cavia's krijgen al het wortel. En dan meestal ga ik met ze op de bank zitten, leg ik eentje in mijn buik, geef ik een wortel en dan eet ik zelf ook wortel. Oh, ja. Schept ook een band natuurlijk. Ja, absoluut. Ik heb nog wel iets anders lekkers voor je. Beetje ketamine. Nee, vandaag niet. Ik heb niks voor. Ik was wel ook wel een keer in een andere stad. Dan zou ik gewoon een hele grote fles staan met keten. Nou, ik heb sowieso pinda's als jullie... en ik heb hier ook meelwormen. Die voer ik aan de kippen. Zou je er eentje durven eten? Ja hoor. Ik ben benieuwd of je het lekker vindt. Ik heb al vaker meelwormen gegeten. Ja? Oh, oh. Wil maar, je een wortel? Ja, dat kan. Leven goed. Wel chill, jij hebt er nou geen trucje voor te doen of zo. Ja, wat moet ik doen? Buiging, dansje. Ja. Ik ga wel even een zweep pakken. Oh. Want ik moet wel natuurlijk mijn paard temmen. Maar waar heb je de zweep voor nodig dan? Ga je nu wel zien. Dat is een verrassing. Nee, ja, ik gebruik dus wel zweep in de training. Maar een zweep hoef je niet alleen te gebruiken om kaart mee te slaan. Ik zal wel laten zien hoe bang mijn paarden worden voor de zweep. Oké, nou, ben benieuwd. Ja. Zo, nu moet niet jij mij gaan slaan, niet mij gaan slaan. Mijn zweep gebruik ik voornamelijk als aan mijn stok. Soms wel als ik erop rij en hij moet ietsjes indraaien met zijn lichaam, dan doe ik een beetje zo. Je zit niet vaak zo, pam, pam, pam. Nee. Mag ik een grapje van mijn wortel geven? Nou, eerst moet hij wel een trucje doen. Nou. Ja. Hier, neem hapje wortel. Happy hoor, happy. Is van mij. Mijn wortel. Zal ik een buiging laten zien? Ja. Ja, goed zo. Ah. Goed zo. Netjes hoor. Ja, maar ik kijk wel eerst of hij wil stijgen. En als het goed gaat, dan mag ik het ook wel proberen. Oké. Okay. Maar nog nooit heeft iemand anders hem laten stijgen. Nou, dit gaat hem worden. Ik voel een band met hem. Ja, ja. Ja, dat dacht ik al. maar kijk, ik heb wel een lekkere wortel. Kom maar. Ja, kom maar. Ja! Braaf. Goed zo. Nog meer. Kom. Goed zo. Ja, lekker worteltje. Zou je nou zeggen dat je lievelingspaard is of mag je geen favorietjes hebben? Nou, het lijkt wel alsof het mijn lievelingspaard is. Maar deze heb ik dus 4 jaar en die 9 jaar. Met die is de band gewoon heel anders. Ja. Dat is een introvert paard. Want dat heb je ook bij paarden. Eén zijn meer extrovert dan zoals hij. Hij laat heel erg zien wat hij kan. En zij is gewoon meer op zichzelf. Ja. Wil jij het stijgen proberen? Ik kan het proberen. Ja? Dan geef ik jou de camera. Ja. Even. Wat je eigenlijk doet, is je staat ervoor. Moet je wel even afstand houden. Blijf staan. Ja, en je gaat eigenlijk door je knieën en dan ga je zo omhoog. Moos, daarop letten. Ja, zo en dan omhoog. Ja, nog een keer. Woe, supergoed. En dan mag je de wortel geven. Oké, we laten het ook hierbij, denk ik. Want anders wordt hij wel erg enthousiast. Maar we kunnen wel nog even vragen om te gaan liggen. Wil je alsjeblieft liggen? Ja. En wat je dan doet, is eigenlijk, je gaat zo omlaag. En dan vraag je, en dan zeg je down. Down. Nou, dat is weer alsof je hem ten huwelijk gaat vragen. Vindt hij ook leuk. Jullie hebben echt een band samen, zie ik.
Wanneer is hij voor het laatst geknipt? Ziet er zo heel strak uit nog zo, die manen. 2 weken geleden, denk ik. Oké, ja, goed kappertje heb je hoor. Maar dan ben jij toch? Nee. Wilde knaap. Goedemiddag, paardrijden is geen sport. Wat een agressie. Nou, we hadden het net al een klein beetje over inderdaad. In hoeverre is paardrijden inderdaad paard versus de rijder? Ja. Als je dressuur doet of zo. Ik heb toch het gevoel dat als je mij op een dressuurpaard zet, dat we geen goud gaan winnen of zo. Ik ook niet. Dan is er blijkbaar toch nog iets van skill voor nodig. Ja, je moet echt balans houden. Is dat het? Gewoon niet van het paard vallen? Nou, je moet terwijl je balans houdt. Of stuur je ook een beetje met je gewicht het paard of zo? Ja, absoluut. Je houdt balans en terwijl je dat doet, moet je hulpen geven. Maar ja, dat moet ook allemaal best minimaal zijn. Net zo het heel subtiel bijsturen. Ja, maak jij even met Moos? Hey Moos. It's just me now, amigo. Nee, hij ruikt die wortel in mijn broekzak. Hey. Hij heeft hem wel. Gewoon niks van een schuimpie. Het scheurde hem. Ik dacht even dat hij een hap van mijn overhemd nam, joh. Oké, Moos, jij wint. Ik heb nu ook niks meer voor je. Nou, omdat jij het bent. We gaan het eventjes proberen. De Spaanse pas was het, toch? Ja. Goed zo. Goed zo. Dit is het, toch? Ja. Het ziet er grappig uit. Goed zo. Ik zou het eerder de Duitse pas noemen. Zo kan je het ook noemen. Ja. Oh. Is deze quote-unquote manege van Fenna? Of wat quote-unquote manege? Dat kan niet. Even uitleg over de kippentunnel. Kippen zijn dus super slim. Ze leren sneller dan een paard. Ze begint al... Wat krukje, dat ziet er zo schattig uit. Ze verklapt alles om. En ik train ze met klikkertraining. En dat is eigenlijk, zodra zij iets goed doen, dan klik ik. Doe ik ook trouwens bij de paarden. En ze gaan meteen een signaaltje krijgen van, goed gedaan. Ja. Sukkel. Ja, dus eigenlijk gebruik je ook bij dolfijnen, zie je dat heel vaak, bij honden. Ik ken denk vooral van dolfijnen inderdaad, ja. Ja, ook zelfs bij tijgers doen ze het ook wel eens. Doe ik gewoon een subtiel signaal? Ja, het is een signaal van goed gedaan, je krijgt nu je beloning. Want soms ben je niet snel genoeg om de beloning te geven. Want bij paarden moet je in 3 seconden hun beloning geven. En het registreert het minder. En bij kippen moet het in 1 seconde. En dat is gewoon te kort om dan meteen zo het eten te geven. Kom maar Ellie, ze kan de bal volgen. Dat is heel, heel handig, want dan kan ik gewoon... Het is een beetje snel, als je een beetje je best doet. Ja. ze kan dan ook op commando op een verhoging. ik zie nu inderdaad, het is meteen klik en dan meteen dat etenbakje in zijn gezicht houden. Ze kan dus ook door de tunnel. Nee, hier doorheen. Zo. Ellie, goed zo! Oh! Het ziet er echt leuk uit. Ja, schattig hè. Goed zo. Een hoop mensen in de chat vragen hoe moeilijk het is om kippen te trainen. Ze willen het zelf ook allemaal gaan doen met hun eigen kippen. Heel makkelijk. Echt super. Gewoon even op YouTube kijken. Vooral als je het dus met klikkertraining doet, want dan weten ze wanneer ze beloond worden. Kom maar Ellie, kom. Ja, goed zo. Wat een enthousiaste kip is Ellie. Ja, zo schattig. Wil je misschien een kip op schoot of op je arm? Ja. Ik zou op het krukje gaan zitten. Een beetje klein krukje. Even kijken, Lucy, jij vindt het wel leuk om op schoot te komen. Ja, goed zo. Zit met de tering. En nou doe je arm strekken. Oké, ja, en dan als het goed is. Yo. Goed zo. Ja, kom maar. Kom maar. Lucy. Haar balans is heel slecht, dus je moet heel voorzichtig zijn. Kip op arm. Kijk, en nu ben je net zo'n roofvogel. Ja, het voelt alsof ik een roofvogel-expert ben inderdaad. Dan zou ik een valk aan kunnen vliegen. Ja. Hey. Blijf zitten. Dat was een prachtige ervaring. Ja, hè? Krijg je nou ook iedere ochtend dan nog 5 eieren? Ja, oh, wil je trouwens eieren hebben? Nou, vind ik wel leuk. Ja, oké, wacht, kom mee. Ik ga filmen hoe jij je eitjes gaat pakken. Natuurlijk. Alsjeblieft. Oh, ik mag ze gaan rapen. Jij mag ze ook rapen, ja? Jij dacht, ze zitten er al in. Ik ben er al een tijdje dan, toch? Ja, ze zijn snel, want ze zijn wel deze ochtend gelegd. Huh? Het zijn er 5? Oh, je hebt 5 kippen natuurlijk. Ja, ze leggen niet elke dag, maar soms wel. Dus je hebt geluk. Zijn er trouwens nog mensen in de chat die iets over de kippen willen weten? We mogen alles vragen, hè? Hebben de kippen TikTok? Ja, dat hebben ze eigenlijk. Hebben ze een eigen pagina? Op een Fenna for Animals TikTok deel ik wel wat filmpjes. Oké. Nice. Ja, dan staat het er maar 1 ding te doen, denk ik. Paardrijden. Oké, gaan we doen. Oké, ik wil eerst een kijkhelmpje op, anders gaan we niks doen. Ja. Je krijgt natuurlijk wel deze. En glitter, ja. Dionne van Onne, die heeft hij ook een keer opgehad. Je kan hem ook nog groter en kleiner maken met zo'n wieltje op de achterkant. Maar volgens mij zit hij wel goed. Dat is wel prima.
Moet wel mijn hoofd niet vallen. Oké, moet misschien wat strak. Wil jij proberen om dit zo bij het paard om te doen? Oeh, wat een uitdaging. Maar Moos gaat helaas niet mee. Moos, je bent niet meer welkom. Het was echt heel leuk. Ja. Nu is het klaar. Oude dibbes. Nee, niet daar, niet daar. Maar wel Moos, vogels niet hoor, vogels niet. Oké, okay, dan wel. Doe maar. Ja, hij is nu goed bevriend met jou geworden, dus ja. Nee, dat is zeker waar, mijn homie. Ik kroon jou hierbij tot paard. Ja, nu ben je een beetje laat. Ik kan het uitleggen. Het is niet wat je denkt. Kijk, en zo begint paardrijden eigenlijk al. Dit is al niet het makkelijkste. Of niet heel makkelijk. Het voelt als een sport. Ja, hè? Moet ik anders eventjes pakken? Ja. Ik vind het helmpje wel heel leuk. Ja, je staat ook erg goed. Een echte paardenjongen. Oh, ik heb nou helemaal gemist hoe je het omdeed. Het zit er gewoon opeens op. Ik moet het even laten zien. Nee, nee, het is goed zo. Het is goed zo. Magie. Wij nemen Bailey mee naartoe. Nou, we gaan nu dus naar de stal. En dan gaan we ook poetsen. Oh. Even een beetje voorbereiding voor het rijden. Ja. En dan zal ik de spullen, zoals een zadel en zo, erop leggen. En dan gaan we naar de bak toe. Oeh. Je hebt echt hele mooie vlechtjes, Bailey. De algemene consensus in de chat is, dit gaat zeer fout. Het was wel een tijdje geleden dat dit paard... Oh, niet vroeg... zeggen. Nee, oké, ik zeg niet. Oké, okay, vertel maar. Dat Bailey een vriendin van mij eraf gooide. Uh-oh. Maar dat was wel pas toen ze in galop probeerde te gaan. Dus eigenlijk het snelste te gaan. Maar Bailey is verder eigenlijk gewoon heel lief. Als je gewoon even een rondje opstapt, dan kan het echt even... How to borstel een paard. Dat is gewoon een beetje zo dan, toch? Ja. Heel voorzichtig, met heel veel liefde. Wat is nou het nut van een paard borstelen dan? Je maakt het paard schoon en dan voordat je het zadel erop legt of een deken en dan gaat dat niet schuren. Maar vooral eigenlijk de bovenkant belangrijk. Ja. Maar hij heeft een grote pens, joh. Pol. Ik zag dat deze heeft dan sommige paarden sowieso een beetje kale plekken. Wat is dat dan? Is het gewoon een beetje omdat ze wat ouder zijn of zo? Ja, dat is van het vechten. Oh. Oh, de eigenaresse van Bailey belt mij. Wacht. Het klinkt belangrijk. Hoi Nadine. Wacht, ik zet je even op speaker. Wat zei je, Nadine? Geen dikke pens heeft ze. Oh, sorry, sorry. Pas op, hè? Kijk mee. mooi paard, mooi paard. Leuke vlechtjes. Ik dacht ze gaat bellen om te zeggen dat we niet moeten gaan rijden. Nee, want ze had juist gezegd dat... ze had al van tevoren groen licht gegeven. Ja, ja, ja. Ik ben vooral bang van hoe kom ik op het paard. Dat is mijn grootste zorg. Ja, dat leg ik zo uit. En als je van een paard gegooid wordt, hoe dien je dan te landen? Nog tips? Ik denk niet te veel aanspannen. Dus de kans dat je iets breekt of kleiner. Het gaat vaker goed dan fout. Hey, ik ben dol op deze kansen. Maar ben je er ready voor? Ja, hoe klim ik op paard? Nou, we gaan eerst even naar de bak toe. En dan heb ik een krukje. Ik ben dus niet zo goed in klimmen, zeg maar. Ja, de bak. Zijn er trouwens nog vragen of zo in de chat? Mensen die je succes wensen? Of, Ja, mensen zeggen de laatste momenten van Rick in leven. Ja. Ik zal het eventjes een beetje voordoen, maar ik ga er niet echt op zitten, want ik heb geen cap op. Dus wat je eigenlijk doet, is je gaat dus zo op de stoel staan. Moet je wel even blijven staan, Bailey. En dan doe je eigenlijk je linkervoet zo in de beugel. Mm-hmm. En dan hou je hier vast. En dan trek je jezelf een soort van erop. En probeer niet met je voet de kont te raken. En probeer ook zachtjes zo te gaan zitten. Oké, ik vind dit heel spannend. Snap ik. Dit is ook wel het spannendste moment, denk ik. Dus ja, en weer af natuurlijk op een gegeven moment. Dat was niet zo'n plan voor altijd op het paard te blijven zitten. Maar daaraf gebeurt het sowieso wel. Of jij nou zelf dit... Dat is waar, ik kom er sowieso wel af. Iedereen denkt dat het me niet gaat lukken. Ik heb ook zo mijn twijfels. Het gaat lukken. Ik heb ook het idee dat dit inderdaad... Oké, okay, en dan trek je langzaam omhoog en dan zwier je je been zachtjes over Bailey heen. Ja, 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 voet omhoog. Ja, 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 goed zo. Oké, okay, ik zit. Je zit erop. Ja, oh, oh. Bailey, wacht, wacht, wacht. Bailey, wacht. Oh, oh, ze komt mee. Ik hou er wel tegen, hoor. Ik blijf voorlopig nog eventjes bij. Ze wil stappen, dus we gaan eventjes stappen. Paard wil wat een paard wil. Ja, doe ik het even zo. Daar gaan we. Ik vind het toch heel knap hoe ze dat in zo'n soort Game of Thrones doen, waar ze gewoon met 20 man allemaal achter elkaar van paarden rijden. Ja, en hoe voelt dat zo? Voelt wel grappig. Je hebt natuurlijk wel een soort leuk overzicht. Ik kan me voorstellen als je dit inderdaad in een bos doet of zo, dat het echt heel dope is. Ja, ja, het is wel een stuk leuker dan wandelen, vind ik. Ga je dan ook wel eens als je in een bos bent ook echt een beetje snel? Ja, ja, zeker als ze naar de Loons en Drunense duinen gaan, heb je echt een grote vlakte.
Dat is een keihard. Gaat hij zo goed, denk je, als we een beetje erbij maken? Of nog iets meer? Oh ja, dat is leuk. Nou jongens, verschrikkelijk nieuws. Ik heb al met heel veel moeite van het paard afklimmen. Is de verbinding weggevallen? Ja. Het zag er echt spectaculair uit. Ik deed helemaal een soort buiging toen ik afsprong en zo. Toen heb ik nog op alle andere paarden gereden, zonder zadel ook. En ook zonder, gewoon daarop gesprongen, gewoon met aanloop. Ja. Dat was best wel dope. Maar wil je er weer op? Nee, het is goed zo, het is goed zo. Oké. Nee, blijkbaar hebben ze niet heel veel van paardrijden meegekregen, zeggen ze. Oh, dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Weet je zeker dat je niet nog op wil? Ja. Niets eigenlijk. Dat is wel echt heel balen. Ik ben niet bang voor een paard, maar ik voel me niet heel comfortabel als ik erop zit. Ik vond er opklimmen ook niet heel chill. Oh. Lief. Ben ik zo'n smerigheid op je rug die er vanaf moet ofzo? Wat is dit? Het ziet er wel erg wild uit zo. Ik ga op een paard. En dan ga ik dus zonder tuig rijden. Alleen met een touw om het nek heen. Okay. En ik vind dat zelf knapper dan met helemaal tuig rijden. Wat is er dan moeilijk aan? Dan zonder tuig rijden? Je moet meer met je lichaam sturen ofzo. Ja. Je moet echt wel een goede band hebben met het paard om dat te kunnen doen. Hey. Ja, staat al klaar. Wat een service. Ja. Wie is dit? Dat is Noora. Noora die heb ik dus al bijna 9 jaar. Of heb ik nu 9 jaar? Noora die is 20, dus ze begint wel een beetje een omaatje te worden. Maar eigenlijk omdat ze ook nou op deze plek staat en 13 kilometer per dag sowieso loopt, blijft ze wel lekker bewegen. En we doen ook veel met haar nog wel, buitenritten. Nou, dan wel bijzonder als je al 9 jaar zo'n dier hebt. Ja, al bijna de helft van best wel een band heb je dan of zo. Ja, we kennen elkaar heel goed. Oh, je zou trouwens even aan haar kusje moeten vragen. Ja. Ja, nog een keer. Nog een keer. Noora. Moet ik het anders even bij mij laten zien? Ja, wat is er? Is het met meer tong? Of? Ja, ze doet eigenlijk wel een beetje. Krijgt hem ook hier een beetje de hersenschudding van. Ik vind het niet per se een leuke vraag, maar ik vraag me af. Wat gebeurt er meestal met zo'n soort paard als het overlijdt? Goeie vraag. Je kan het niet echt begraven, geloof ik. Voor mij mag dat niet, volgens de wet. Nee, dat mag inderdaad niet. Ze worden dan gecremeerd meestal. Kan. Je kan het vast ook voor geld naar de slager brengen. Maar goed, heel veel mensen dat toch geen fijn gevoel bij hebben of zo. Ja, dat is inderdaad een optie. En je kan, ik weet even niet hoe die organisatie heet, maar die haalt altijd dode dieren op. Ook koeien volgens mij. Dan komen soms, ik heb het dus nog nooit meegemaakt, gelukkig. Maar dan, als een paard is ingeslapen, moet je zorgen dat hij ergens ligt, dat er een soort van grijpding hem kan pakken. Dan gaat hij gewoon in een bak en, of zo. Ja, volgens mij een soort van container. En dan kan je volgens mij kiezen of crematie of dat hij verwerkt. Maar ik weet het niet 100% zeker. Dus, ja. Maar, en gelukkig heb je er nog geen ervaring mee. Gelukkig maar, ja. Doe je nou je haar in een paardenstaart? Ja. Is er nog een logisch verband tussen de paardenstaart en een paard? Behalve dat leidende staart van een paard. Ja, in principe, ja. Ik zie de gelijkenis wel. Ja. Even een demonstratie van hoe je wel op een paard klimt. Goed zo. Hoppa. En dan zie je met je benen dat er bewegingen moeten komen, toch? Ja. Dat doe ik zo. En dan gaat het stappen. En dan probeer ik ook zo licht mogelijk te doen. Ik volg je wel een beetje. Ja, je ziet er wel heel relaxed uit als je er zo op zit. Ja. Je straalt wel zo de rust uit. Is het ook echt. Ik heb haar zo ook 1 keer in het bos gereden. Het was wel iets minder relaxed, maar dat ging ook nog best wel goed. En zo kan ik ook zo meteen galopperen als dat leuk is. En ik kan ook sturen. Dan geef ik eigenlijk met mijn buitenbeen, duw ik een beetje van ga maar die kant op. En dan kan ik ook nu zeggen ga maar naar rechts. Oké. Dus ik heb je handen niet nodig met sturen als je paard het goed kan. Is er nog iets wat je graag wil zien of doen? Poepscheppen. Ik wil nog graag even poepscheppen, juist, als we dat zou kunnen. Scheppen die poepie. Ja, ik kan ook jou de camera weer geven, dan doe ik gewoon zelfstandige poepscheppen, inclusief kruiwagen. Echt de volledige poepscheppervaring. Ja. Je hebt geluk, want vandaag is al een keer de poep opgeruimd. Ik zie hier in de verte al wat mooie poepies liggen. Ja, dus het valt mee, want wij doen hier eigenlijk elke dag 1 keer alles uitmesten, dus alle poep weg. En nou, 1 keer... Het zou echt zijn van poep 3 dagen kunnen laten liggen en dan lekker scheppen. Na 3 dagen heb je echt wel veel kruiwagens. Dan heb je 8 kruiwagens, denk ik. Ik vol met poep. Oh ja, want ze eten 12 kilo hooi per paard per dag. Ja. Oké, dan heb je het wel een beetje. En paardenpoep is dus eigenlijk helemaal niet heel vies, want er zit vooral gewoon hooi en gras in wat is verteerd. Ja. De weg, omdat ze ook. Ik denk dat. Dus ben ik dan zelf nog een beetje.
Alles hoeft leuk te zijn natuurlijk. En hoe voel je nu, Rick? Want eerlijk gezegd ziet er wel een beetje depressief uit. Oké, gelukkig. Het hoeft niet van mij, maar als je het zo graag wil, als je met zoveel liefde doet, dan hou ik je niet bijna tegen. Oké, okay, die zijn nog bekend. Stap maar weg, ik pak het wel weer op. Ja, ik mag je alleen niet filmen. Ja, het is toch wel veel. Kan ik deze al ergens dumpen? Pas op. Oh jee, daar gaan we een keer. Ik heb me dan niet kan fluiten. Kan je niet fluiten? Nee, je wordt niet zo'n ding wat meer jazz volgen. Lekker met poepen, fluiten. Ja, ik kan wel voor je fluiten. Ja. Ik kan het niet. Ja, ik kan het ook over mijn auto heen gooien. Ja, je mag het ook meenemen. Het is... Op de bijrijdersstoel voor Barlo. Ja. Ik denk 2 weken nu. Gratis mest, hè, mensen? Ja. Als je het langs rijdt, mag het gewoon in je auto laten. Neem me mee. Inderdaad. Nou, en er zit dus geen stro tussen, want dat is niet zo goed voor de moestuin en zo. Maar wel oud hooi, maar dat is niet zo'n probleem. En van blije paarden. Blije paarden, ja. En een beetje van mij natuurlijk. Ja. Kunnen we zo afsluiten. Hé, hey, tijgers, dat je over kijkt naar deze super unieke manege stream. Voor meer informatie over paarden verwijs ik jullie graag door naar Hoefwijzer. En dat is World of Animals? Fenna for Animals. Fenna for Animals. Ja. Minder zeker. Algemeen ook. Betere naam. Maar ik ben wel het actiefst op Hoefwijzer. Dus je kan altijd even op Hoefwijzer kijken voor meer vragen over paarden. Ja. En misschien kom je ooit nog voor een volgstream met Bardo. Ja, dat zou echt heel leuk zijn. Toedels! Doei! Dag!